Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Navenant en de volgende participanten. Vandaag ga ik voor u een hertenbief maken met spruitjes, gekarameliseerde witlof, gepocheerde peer en een saus van rode bessen. Hier zit het vlies en het kettingje nog op, dat halen we even ervan af. Dit soort dingen worden eigenlijk nooit weggegaan, want dit is eigenlijk het mooiste voor de saus van te maken. Zit dat vliesje er altijd op? Ja. Dat zit ook als je een ossehaas of een contrafilet hebt. Mm-hmm. Zit overal, bij elk dier, of een varken is, of een, zit altijd een vlies op. Ja. We hebben hier het achterstuk, noemen ze het zadelstuk. En dat zie je ook altijd eraan, zit zo'n klein stukje bij. Portioneren mooi ook één portie. En gaan deze twee stukken rustig aanbakken. Mm-hmm. Hier ook, we gaan het niet op de hoge temperatuur, gewoon op 120 graden wordt dat rustig gegaard. Dadelijk eerst mooie kleur geven, peperen, oven in, een minuutje of 8 à 10 en dan laten rusten. Mm-hmm. Pan is al goed heet meteen. In de tussentijd, als dat is aan bakken, gaan we de knolselderij schillen. Wat ga je precies doen met de knolselderij? We gaan de knolselderij nu gewoon in room opzetten. Heel natuurlijk houden, want we hebben heel veel smaak. We hebben witlof, we hebben peer, we hebben spruitjes. Mm-hmm. Dus de knolselderij houden we redelijk neutraal. Hoe lang moet je die nou in de pan? Klein beetje afhankelijk van hoe warm je vuur is natuurlijk. Ja. Dus, ja, een minuutje of twee eigenlijk zo snel mogelijk. Hoe sneller die dichtgroeit, hoe minder sappen die verloren gaan. Mm-hmm. En hoe mooier rosé die blijft eigenlijk. Je ziet nu ook duidelijk een verschil aan die structuren. Ja, dus ja, hij ja. loopt zo en hij loopt. Dus je ziet daar ook al duidelijk een verschil tussen een rug en een biefstukje. Dus hetzelfde doen een kalfslende en eigenlijk een kalfsoester. Is dat nou ook een gerechtje wat jullie hier serveren? De hertenbief hebben we op de kaas staan inderdaad met gekarameliseerde witlof, spruitjes, peer en wat herfstgroente inderdaad. Die gaat nu voor? Ja, die gaat een minuutje of 6 à 8, 120 graden in de oven. Rustig garen en dadelijk rustig laten rusten. Knolselderij maken we mooie plakken van. Niet te grof, hoeft ook niet te fijn te zijn. Daar zijn we mooie brunoise van. Pannetje, klein beetje room. We laten de knolselderij niet te gaar koken. Want we hoeven geen puree ervan te maken. Mm-hmm. We doen een klein beetje zout erbij. Peper. En we laten er gewoon eigenlijk een takje rozemarijn intrekken voor de smaak. En zet hem gewoon rustig aan de kachel. Dan kan er niks meer gebeuren. We gaan peren pocheren. Die gaan we schillen, klokhuis eruit halen. En dan worden ze heel lichtjes gepocheerd. Rode wijn, daar hoeven we niet al te dure wijn voor te gebruiken, voor te pocheren daarin. We doen er een laurierblaadje in, kaneelstok en sterrenijs en een kruidnageltje.
En we doen er een goede scheut suiker in. Mag ook rietsuiker zijn. Rustig aan de kook laten komen, doen we dan het peren erin. Goeiedag samen. Op deze bijzondere locatie mag ik vandaag het wijnadvies geven bij de hertenrugfilet. Ja, bijzonder gerecht. Wederom wild, wat we natuurlijk veel terugzien in deze periode. We hebben al wat Rhône voorbij zien komen. En ook wat andere interessante wijnen. Ditmaal kies ik voor een iets wat andere combinatie. Misschien iets onverwachter. Ik kies namelijk voor een wijn uit Noord-Spanje. Deze wijn heet Alla Viana. En het bijzondere van deze wijn is, hij komt van de Franse hand. Deze wijn heeft wat vergelijkenissen met een Rhône. Waarom? Hij bestaat voor 80% uit Grenache. Dat noemen ze dan in Spanje Garnacha. En daarnaast zit er ook nog een klein aandeel Syrah in. Ook een druif die we veel zien in de Rhône. Als we naar de Garnacha kijken, uit Calatayud, ja, dat is echt heel bijzonder. Dat is een van de meest veelbelovende gebieden als het gaat om Garnacha. Dat heeft te maken met de bodemsamenstelling en met de hele oude wijnstokken die er staan. Hij werkt namelijk met wijnstokken die gemiddeld 70 jaar oud zijn. En die bevinden zich allemaal op 900 meter boven zeehoogte. En dat maakt eigenlijk dat het een heel bijzonder terroir en gebied is om Garnacha te verbouwen. Nou, ik zou zeggen, laten we de wijn gaan proeven. Prachtig opvallend etiket. We zien bloemen op het etiket. En die bloemen zitten daar lokaal in de wijngaarden. Komen er twee bloemen heel veel voor. En hij heeft beide bloemen op zijn beide wijnen heeft hij op het etiket geplaatst. Hij maakt naast deze wijn ook nog een 100% Syrah. En die heeft dan een andere bloem op het etiket staan. En de naam Alla Viana is ook de naam van deze bloem. Klein, maar leuk detail. Als we kijken naar de kleur van de wijn, dan zien we meteen een hele mooie paarse schittering erin. Het heeft vooral te maken met de leeftijd. 2012, nog erg jong. En als we walsen, zien we ook dat hij heel langzaam traant. Het heeft te maken met de intensiteit van de wijn en ook het alcoholgehalte van de wijn. Want het is nog wel een forse wijn, maar desalniettemin wel goed in balans. Ja, het diepe, pure Garnacha fruit ruik je weer in. Heel veel bessen, maar ook een beetje dat ingedroogde karakter. Heel verleidelijk. En daarnaast ruiken we ook dat hele lichte zweem vanille. Dat komt van het eikenhout waar de Syrah op gelegen heeft. Zeer vol van smaak. En hij heeft ook een mooie frisheid. En dat vind ik heel belangrijk. Dat heb ik al vaker in dit item benoemd. Frisheid in een wijn. Dat zorgt namelijk voor de verteerbaarheid. Deze wijn heeft een alcoholgehalte van bijna 15%, wat best fors is. Omdat die Garnacha druiven boven 900 meter hoogte, op 900 meter hoogte verbouwd worden, heeft hij ook koele omstandigheden en daardoor behoudt de wijn frisheid. En dat zorgt voor balans. De smaak is echt heel vol. Je hebt ook een beetje een dropje en wat salmiak in de smaak. En dat zorgt voor een hele mooie rondeur. Ik denk dat het een hele leuke combinatie gaat worden bij het gerecht van Maurice, bij de hertenrug. En ik zou zeggen, laat jullie smaken en santé. Je ziet, het is een mooie rijpe peer. Mm-hmm. Dus je hoeft niet te lang te koken. Is het een speciaal soort peer? Of het is gewoon een conferencepeer, de eetpeer wat we eigenlijk hebben. Je kunt het ook met een echt stoofpeertje doen natuurlijk. Mm-hmm. Dit heeft eigenlijk heel rustig nodig. Heeft niet lang nodig. Je kunt ook echt nu in het seizoen, is het ook van stoofpeertjes. Dus, maar tot wij dit gerecht op de kaart hebben, gebruiken we ook die peren bij een dessert. Mm-hmm. En als we een beetje de marinade zoet maken, waar we de peren koken, kunnen we de peren voor twee doeleinden gebruiken. Ja. En daarom heb ik op dit moment hebben we gekozen voor deze peer. Goed de klokhuis verwijderen. En wat ik voorbereid heb, ik zal het even voordoen, is de witlof. Mm-hmm. Wij doen de witlof, je ziet het al aan de hoeveelheid. De witlof doen we stronken, mm-hmm. Het hart eruit halen. En wordt in een vacuümzak gedaan. Met heel belangrijk verse citroensap. Als je geen verse citroensap gebruikt, potje citroensap, wordt de witlof bruin. Dus hier zit alleen maar zout in, verse citroensap en roomboter.
Dus hij wordt gesneden. Mm-hmm. Kleimesje. Het hart eruit gehaald. En wij doen ze zo. In het geheel. Geheel. Je ziet ook het water kookt al bijna. Ja. Knolselderij, als je hem zo met room doet, mm-hmm. is echt binnen een paar tellen is hij gaar. Okay. Omdat je hem niet te grof hebt. Ja, kleine stukjes. Kleine stukjes. Is nu al gaar. Langs de kant. Trek ook nog door tot hij in de room zit. Dus hij blijft nog redelijk warm. Doen tussendoor wat spruitjes blancheren. Bij blancheren groene groenten belangrijk. Niet bang zijn dat je te veel zout gebruikt. Peertjes gaan we erin doen. Dan ook rustig laten trekken nu. Hoe lang moet zoiets trekken dan? Dan in 8 tot 10 minuten. Oh, dan is en daarna in het warme vocht weg laten zetten. Okay. Dus dan niet zorgen dat ze direct te gaar zijn. Yeah. Want dan trekt het mooi de rode kleur. Trek in de peer. Mm-hmm. Dus daarna rustig warm laten wegzetten. En gewoon niks meer aan doen. Maar zorg dat ze niet te gaar worden. Want als je ook, wat je straks zei, als je voor 100 mensen moet maken. En je hebt een hele grote ketel. Mm-hmm. Als die ketel, dat duurt heel lang voordat die afgekoeld is. Dus het is belangrijk, hoe groter de massa is inderdaad, hoe harder je het peer moet laten. Mm-hmm. Dus dat is een klein beetje spelen inderdaad. Belangrijk is bij groene groenten, dat je ruim zout hebt, ruim afkookt in water. En altijd goed snel koud terugspoelt. Behoudt hij ze mooi zijn groene kleur. En die bite mogen ze wel hebben? Ja. Hij wordt eigenlijk nog een klein beetje keer een roomboter opgesmoord. Mm-hmm. Dus je moet zelf inderdaad, maak je hem in één keer af. Dan kun je maar doorkoken. Zeg ik, doe een voorbereiding, mise en place zetten, wie wij dat noemen. Dan is het gewoon ietsjes ja, bite erin houden. En wordt hij de tweede keer wordt hij dan inderdaad gaar gekookt. Ik heb hier al voorbereid een wildjus. De wildjus is op basis van wildvol. Dus het afval van de hert. Met rode wijn en port is hij opgezet. Heel veel bouquet. Veel knolselderij, veel ui. Een beetje tomatenpuree. Hele dag laten trekken. Na de hand rode wijn en port laten reduceren. Voor erbij. Mm-hmm. We hebben een klein beetje kassus koelie al erbij gedaan. En we doen nu de kassus vruchten erbij. Dus daarna doen we niet meer, nu doen we niet meer pureren. Mm-hmm. En dan zijn de vruchten ook heel duidelijk zichtbaar. Ja. Dus van tevoren hebben we met puree hebben we even geblenderd. Gemixerd. En nu eigenlijk als zit er garnituur in, wordt hij niet meer geblenderd. Mm-hmm. Spruitjes hebben best een tijdje nodig voordat ze gaar zijn. Dat voel je ook heel snel. Je ziet de peertjes rustig aan de kant doorpruttelen. Mm-hmm. Knolselderij is klaar. Uit de oven gehaald. En de andere haal ik er nu uit. Het is belangrijk voor te weten dat hertenbief en hertenrug, kwalitatief hertenrug is altijd malser. Dus als je voelt of die medium is, mm-hmm. zal een hertenbief ook altijd meer veerkracht houden. Okay. Omdat het vlees, dit vlees wat iets ja, stugger is een verkeerd woord, omdat die minder mals is. Mm-hmm. Maar ja, hij is mals, maar deze is nog malser en daardoor heeft hij meer veerkracht dan deze. Ben ik al een paar keer op bezoek geweest bij een teler in het veld of in een kas, maar dit heb ik echt nog nooit gezien. We zijn bij Stemkeslof in Kessel en Ed die gaat me wat meer uitleg geven over deze trekcellen. Ed, we staan hier voor een van de 10 trekcellen. Wat gebeurt er precies met de witlof in deze cellen? De witlof die komt in de cellen in trekbakken. De witlofwortel komt uit de Noordoostpolder. Die wordt daar geteeld door een akkerbouwer. Wij nemen die weer af, die komen ingevroren thuis, worden ontdooid. We zetten ze allemaal met de hand in bakken. Die bakken worden om en om gestapeld en de witlof groeit dan op water. En in de trekcel wordt natuurlijk alles gestuurd, van voeding tot temperatuur, lucht, water. En na 21 dagen heb je dit resultaat. Dus er kan het hele jaar door geoogst worden? Wij oogsten 52 weken in het jaar. In principe is de productie vrij gelijk iedere week. En we kunnen dus ja, heel goed gestuurd leveren.
Nu verzorgen jullie het trekken van de witlof, maar welke onderdelen van het productieproces behandelen jullie nog meer? Wij zelf verzorgen dus de oogst. Dus na 21 dagen gaan we oogsten. Dat gebeurt in de oogstruimte met machientjes. Die worden één voor één allemaal ingehangen, de wortelen. Gaan over een bandje. Er wordt een blaadje wat niet goed is van gedaan en gesorteerd. Dan gaan ze direct naar het pakstation en worden ze verpakt in 500 gram. Dit gaat ook automatisch in principe. Dat is allemaal handwerk, maar het afwegen en verpakken gaat natuurlijk door een machine. En dan is het in principe al klaar voor de consument, dus dan gaat het naar de winkel. Nu wil ik graag een diner maken voor een aantal vrienden van mij. Hoe kan ik die witlof nou het beste daarin gebruiken? Met witlof kun je echt alles. Je kunt bijvoorbeeld een blaadje pakken en daarin wat zalm doen. En dat heb je dan als voorgerecht. Je kunt er een soep van maken. Je kunt het wokken. Je kunt eigenlijk alles met witlof. Witlof heeft ook een heel speciale smaak. Wat heel veel mensen ook aanspreekt. Het is net een klein beetje bitter. Heel veel groenten zijn tegenwoordig een beetje oppervlakkig. Maar witlof heeft altijd nog die speciale bite. Je ziet dat ze mooi groen blijven. Mm-hmm. En als je ze goed snel koud maakt, blijven ze ook mooi groen. Pak hetzelfde pannetje dadelijk. Klontje boter. Dan de spruitjes zijn mooi afgekoeld nu. Dus die kun je ook de dag van tevoren mooi klaarzetten. En dan hebben we eigenlijk alle voorbereidingen gedaan. We gaan nu de witlof bakken. Dus we hebben de witlof al klaar. Belangrijk bij witlof is met karamelliseren. Het kan heel snel verbranden. Dus je moet gewoon rustig de tijd ervoor nemen voor te bakken. Mm-hmm. Belangrijk dat je die beweging erin houdt? Ja. Sowieso zo meteen gaat er suiker erin. Mm-hmm. Zo eigenlijk alles wat je bakt, een klein beetje beweging inhouden. Des meer beweging, des egaler die kook. Belangrijk is wel voor de pan op het vuur te houden, tot hij de warmte blijft houden. Want heel veel mensen doen met bewegen het vuur, de pan van het vuur afhalen. Mm-hmm. Waardoor het weer veel temperatuurschommeling krijgt. En dan heb je eigenlijk niet het effect wat je wilt hebben. Dus we gaan langzaam de witlof karamelliseren. Mm-hmm. Klein beetje suiker erbij. En dat is gewoon een kristalsuiker, hè? Ja. Je kunt kristalsuiker, rietsuiker is ook heel mooi. Mm-hmm. Je ziet al meteen, zodra de suiker erbij komt, dat hij al redelijk... snel, ja. En het kan ook heel snel verbranden met karamelliseren. Dus hier moet je echt bij blijven. Het voordeel is, het blijft ook heel lang warm, want het is door de suiker wordt het warmer dan 100 graden natuurlijk. Het wordt echt heel warm. Dus we doen een klein beetje vocht van de peer. Dan doen we een ander pannetje. Laten we wat verder reduceren. En wat ga je daarmee doen? We doen dadelijk één peer een beetje glaceren. Ja. Je ziet de witlof, is heel mooi gekleurd nu. Mm-hmm. Niks meer doen, klein beetje zout. Niet te veel zout, want we hebben al roomboter en vocht gehad, dus er zit al zout bij. Mm-hmm. Dus het is zover op smaak. Klaar. Ik heb de peer ietsjes kleiner gesneden nu, omdat het best een grote conferencepeer was. Mm-hmm. En we doen eigenlijk vocht, hetzelfde wat we met de spruitjes doen, een beetje glaceren. Je ziet, het vocht wordt nu ook wat dikker. Ja. Peren beginnen mooi te glimmen. En dan gaan we weer voorzichtig, gewoon een bord opmaken. We gaan de witlof dresseren. We hebben de knolselderij afgegoten. Je ziet de rozemarijn nog mooi zitten. Mm-hmm. Die mag ook mee? Nee, doen we niet op het bord. We hebben hem puur voor de smaak en voor de reuk. Ruik maar. Ruik je meteen naar bovenuit komen. We gaan het hert trancheren. Kijk eens. Mooi. Zie je ook het structuurverschil in de hert zelf? Ja. Spruitjes hebben lekker peperzout op gedaan. Mag ook voor liefhebbers, zie wat er van houden, een beetje nootmuskaat op. We hebben hier de mooie peertjes.
de saus. Mooi takje kervel erbij. En dit is de hertenrug met gekarameliseerde witlof, gepocheerd peer, omega knolselderij en een saus van rode wijn met bossenbessen. Dat gaat smakelijk zeker eten. Smaken. Dankjewel. Nou, wilt u thuis ook aan de slag met dit prachtige gerechtje? Kijk dan even op onze website of op de app van Navenant Kookt. Smakelijk eten! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Navenant en de volgende participanten.